Een hele goede avond allemaal. Van harte welkom vanuit de perszaal opstaan en dat na de wedstrijd STVV AA Gent. We hebben uitgekeken naar deze wedstrijd om het op te nemen tegen de landskampioen die het de afgelopen week nog eens extra goed deden in de Champions League. Bij ons zitten ondertussen de twee coaches. Hier werd het uiteindelijk 0-2 in het voordeel van de Buffalo's. Hein van Hazenbroek, een hele dikke proficiat. Niet alleen voor wat u het afgelopen week heeft gepresteerd, maar ook voor vanavond. U wist uw spelers dus duidelijk nog te motiveren om naar Staaien te komen. Ja, ik denk dat een van onze kwaliteiten is om iedere keer de focus te kunnen verleggen. In die drie competities die we nog aan het spelen zijn. Ik moet mijn spelers daar altijd voor feliciteren, want ze doen dat altijd wonderwel. Oké, vandaag hadden we in het begin geven één grote kans weg. Waar we even niet staan op te letten. En Ono reuze kans krijgt, maar oké, dan hebben we ook de beste doelman van België. Dus die doet natuurlijk mee, die staat bij ons. En die haalt die ballers fantastisch uit. Maar ik denk daarna hebben we het goed gecontroleerd. Met niet te veel kansen in de eerste helft. Omdat we niet genoeg positioneel deden we het niet op haar best. Dat hebben we bijgestuurd aan de rust. En ik vond het veel beter lopen in de tweede helft. Waar we veel meer controle nog hadden. En waar we het veel vroeger moeten afmaken. Als ze een tweede doelpunt maken is de match gespeeld. Maar nu is die tweede treffer pas gevallen in de 91ste minuut. En dat is heel laat. Maar oké, ik heb toch altijd het gevoel gehad dat we geen doelpunt gingen pakken. Dat we... Zelfs als we niet meer hadden gescoord, dat het bij 0-1 ging blijven. Dus het gevoel was positief op de bank. Ik denk dat we heel volwassen gespeeld hebben in de tweede helft. Bij momenten snel, bij momenten controle. Dus het was echt wel goed. En ging het op het kunstgras? Want ik las nog in de krant dat een moeilijk punt zou kunnen zijn voor jullie. Ja, ik, mijn mening over kunstgras kent iedereen. Hè. Ik vind iedereen zou kunstgrasvelden moeten hebben, maar niet als hoofdveld. Maar wel als trainingsvelden en voor de jeugd vind ik dat ideaal is. Ik moet zeggen, dit kunstgras is ongelooflijk goed. En als je daar dan één keer moet op spelen, en zeker in de wintermaanden, dan is dat een zegen. We waren heel blij dat we hier mochten komen spelen. Alleen blijf ik erbij, als je wekelijks daar moet op spelen, dat toch voor bepaalde spelers extra belasting met zich meebrengt. En ja, dan moet je echt wel gaan kijken welke spelers je aantrekt om dagelijks op zoiets te trainen en te spelen. Ja, oké, dankjewel voor jouw uitleg. Christen, ja, je moest het opnemen tegen de beste ploeg van het land, de beste trainer van het land. Maar, ja, dat wordt gezegd, hè. Maar, ja, jullie zijn erg goed begonnen toch wel. Een eerste mooie helft gespeeld, hè? Ja, I think we have to look at some positives. I mean, today we were, as the A-team we were probably at our bare minimum. Within the squad with injuries and suspensions, and we started the game with great intensity. We were brave enough to try and press higher up the pitch. We knew that if we allowed Gent to build up from the back, they're very dangerous in getting the ball forward to their front three. And I'm very, very pleased with the way the players applied themselves. I'm very, very happy with Gaëtan Hendricks. Young Gaëtan Hendricks, I thought, had a fantastic game. He ran, he was strong, and came up against very experienced players. Had we taken the chance from UG, you know, I think it was important to take the first goal, and unfortunately, it's just been said, the best goalkeeper in the land has saved that. And then we're unfortunate with a deflection for the goal, but it was a strong first half. We were always going to have moments of difficulties in the game. They're not in the final 16 of the Champions League for no reason. But I think that with the young squad and that we have, I think we've given a good presentation of ourselves. Maybe a bit difficult not having width on the one side with UG having to play out there, but injuries have forced us to do that. But I felt overall heart was there, a never die attitude, and we kept going for it, and that's pleasing. Ja, dus al bij al ben je redelijk tevreden over het spel dat de spelers hebben geleverd. Ja. Oké, goed zo. Wij gaan hier verder met de vragen voor onze coaches van de journalisten. We wensen jullie alvast nog een hele fijne avond.